Hey iedereen, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag zijn we in Walibi. Ah, hij zit naar Voestel te kijken. Serieus? Wat is mijn kip? Nu al? Echt nu al? Zij dat gewoon, hè? Kietelen? Wat? Mocht die guy daar kietelen? Doe maar. Hey, kijk hoe raar dat hij is. Daarnet zijn we in de Vampire geweest, maar ik zat eigenlijk helemaal van achter. Oké. Traditie. Straat. We gaan eerst naar de wereld. Show it. Damn. Oh ja, ik zou wel ingezoomd. Oh, dat ziet er weer in. Damn. Focus. Oh, dit smaakt wel lekker. Smakelijk. We zijn daar net in de wereld geweest en hij is nu aan het eten. Hey. Waar gaan we nu in? Ik zal kijken. Ja, we kunnen zien. Ja, we kunnen paikie doen. Oké. Okay. Ja. Wij gaan Spirito Conda in als hij zijn dingen op heeft en het is iets van een wachttijd van 75 minuten, dus redelijk lang aanschuiven, maar ja, het is ook echt niet goed druk. En volgens Jan gaat het alleen maar drukker worden en drukker worden na een langere dag. Maar straks gaan we ook smokehuizen doen, dus love it. Hier gaan we in en de Conda is daarachter. Deze inhang. En daar de kop. Dit is gewoon sick. En dat ze dat hier hebben aangebouwd. Dat is gewoon sick. Nice. We zijn net terug uit de Conda. We hebben echt super lang moeten aanschuiven, maar het was wel de moeite waard. Plus, ik had echt gewoon tranen van mijn kaken rollen. En de foto die was ook gewoon goud waard, maar helaas zijn we maar met twee. En dan hebben ze andere mensen die ook bij meegaan. En zijn ze ook op die foto, dan is het zo niet echt ideaal. Maar de foto was gewoon, ik weet niet, gewoon goud waard om eigenlijk gewoon te kopen. Kijk, doe ik er eens mee op die foto. En ik met mijn handen in de lucht en echt gewoon kapot lachen. Ik haat dat! Nee!
Oh god. Echt een chip. Oh god. Oh damn. Oh. That's it? Ja, denk ik wel. Oké. Heb ik daar 8 euro voor betaald? God damn it. Vroeger veel enger. Wat een waard. Nee, maar vroeger waren ze met kettingzamen allemaal. Dat zou ik achterna. Zijn er nog aan? Ja, maar daar gaan we nu geen tickets meer voor vinden. Zo. Zijn we nu de volgende dag en zoals je kunt zien op de achtergrond ligt er een kussen. En dit kussen hebben we namelijk nog in de shop gekocht. Heeft eigenlijk jou voor mij gekocht als cadeautje. Cute. Ik ben nu de vlog aan het editen en ik zag dat ik deze vlog nog niet heb afgesloten, dus hierbij. Hopelijk vond je de video super leuk. Vergeet daarom zeker niet een dikke duim omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer video's als dit wilt zien. En zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Bye!